allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In deze video ben ik zonder Nora, omdat ik op skivakantie ben met school en ik neem jullie gezellig even mee. We zijn in Oostenrijk. We zijn gisteravond, nacht, aangekomen. Was volgens mij 9 uur, maar voordat we alles uitgepakt hadden en alles klaar hadden, was het 10:30. Want we hadden de kar achter de bus en daar zaten de skischoenen in aan al onze skidingen en zo. We zijn vandaag voor de eerste keer gaan skiën. Ik heb alleen een klein filmpje op de piste gemaakt, dat is deze. Maar dit is de kamer. Mooie stapelbedden, maar we zitten hier dus met vieren. Eén ken ik, dat is een vriendin van mij, Eline. En de andere twee meiden ken ik niet, maar zijn wel gezellig meiden, gelukkig. We hebben allemaal food en snoep en alles. En ja, we hebben nu de eerste dag erop te zitten, dus het was best wel zwaar. En de bus terug kwam niet. En ik heb geen idee wat er misging. Zijn we met de andere random bus gegaan. En moesten we daarna nog 9 minuten lopen met de skis en de skilat en de skizakken. Dus helemaal kapot. Mijn handen doen ook pijn. En we gaan nu zo even eten. Maar morgen ga ik filmen. Dus dan neem ik jullie gezellig mee. Voor de rest ga ik niet zoveel filmen. Maar ik heb mijn camera ding weer mee. Dus dan ga ik jullie mooi meenemen op de skipiste. Zo mooi uitzicht, jongens. Echt geweldig.
Oké, jongens, we komen net terug van skiën. En echt, jongen, ik heb rode wangen. Ik heb net gedoucht, maar echt geen make-up. Dit is het uitzicht. Nou, echt mooi, maar je ziet weer spiegeling, dus je ziet het niet echt. Maar het ging vandaag echt goed. We hebben ook andere pieces gedaan. En ja, we gaan nu straks even eten en dan gaan we naar een show toe. Dus dan neem ik jullie ook even mee. Oké, jongens, we zijn ondertussen weer terug van het skiën. Ik zou nog naar een skishow, maar die is niet doorgaan of die konden we niet vinden ofzo. Dus daar ben ik niet meer geweest, dus die heb ik ook niet gefilmd. We zijn daarna nog op stap gegaan, maar daar heb ik voor de rest ook eigenlijk niks gefilmd. En de dagen daarna hebben we nog een beetje geskiet. Alleen ja, ik heb die camera niet meegenomen, want het was zo koud boven dat die camera eigenlijk meteen weer leeg was. Dus dat was een beetje jammer. Maar we hebben het wel super leuk gehad. En ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Doe nou zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer onder op ons kanaal. Zet de leuke reacties als ze aanstaan. En dan zeg ik doei!